In het Zeeuwse Heinkenszand ligt Binnenuit, een one-stop-shop locatie voor alles op het gebied van wooninrichting in en rondom het huis. Hoe gaan zij om met internet en social media? Hoe lang bestaat dit? Binnenuit bestaat sinds mei 2003. Ze zijn begonnen met 4 ondernemers. Eén daarvan zat hier in het dorp in Heinkenszand. En die zijn op zoek gegaan naar partners om samen een concept op te zetten wat Binnenuit heet. Met z'n viertjes zijn die begonnen tot 2008. En toen zijn er 3 ondernemers bijgekomen, zodat we nu met z'n zevenen zijn. Als je op een woonboulevard komt, dan heb je een deur. En op het moment dat die klant de deur achter zich dicht doet, ja, dan is die verloren. Dan moet hij zelf op zoek naar een ander type zaak. Wij hebben geen overlappende producten. Kijk, een karpet kun je hier kopen, dat kun je ook beneden bij Van der Poel kopen. Maar als de jongen ook van Rijk een bank verkoopt, verkoopt hij er een karpet bij. Kunnen ze het hier niet vinden, dan gaan we mee met de klant naar beneden en dan verkopen we wel een mooi karpet. Wat doen jullie op social media? We hebben daar heel bewuste keuzes gemaakt. Als je social media doet zoals wij het doen, kun je niet op alles. Je kunt je op Facebook richten, op Pinterest, op Instagram, noem ze maar op, er zijn er zoveel. Twitter. Alleen, dat als je wat doet, moet je het goed doen. Dat is onze mening. Dus wij kiezen ervoor om de koppeling Facebook, LinkedIn, website te maken. Dus als er een blog gemaakt wordt, dan wordt die blog gepromoot via de kanalen LinkedIn en Facebook. Twitter hebben we wel, maar doen we eigenlijk niks mee. Pinterest hebben we heel bescheiden, omdat we dat niet willen laten lopen. Maar er staan geen honderden plaatjes op, want dat moet je, als je dat doet, staan op de site. Die staan op de site. En ja, je kunt natuurlijk van de site, als je zelf Pinterest hebt, kun je alles van de site, want dat is het voordeel van de moderne site, kun je dat wel weer eraf halen. Precies. Oké, dus geen Twitter? Nee, want ik geloof, en dat geldt voor heel Binnenuit, is dat als je het slecht doet, dan is het ook slecht. Hmm. En je hoort heel veel ondernemers, die hoor je dan roepen, oh, ik heb alles, maar niks werkt. Nou, dat klopt. Want je hebt alles en je doet niks goed. En wij kiezen er heel bewust voor om het gewoon goed te doen. We hebben het op Facebook, het kopen van likes, doen we ook niet. Want dat heeft in onze visie, er kunnen mensen in Groningen zijn die ons geweldig leuk vinden, omdat we handdoeken cadeau geven, vazen cadeau geven. Maar dat zijn mensen die niks met Binnenuit hebben. Wij hebben, onze klant is ook, toch ook wel meer als een klant, moet een ambassadeur zijn. Mm. En dat vinden we belangrijk. Als je een posting maakt op Facebook, dat is dan waarschijnlijk van een product of een product kan dat zijn. Ja. Dat kan een dienst zijn, maar dat kan ook zijn dat we een evenement hebben. Een gezamenlijke posting, maar dus ook af en toe individuele zaken. Dat is dan verdeeld tussen elkaar. Hoe werkt dat? Wie gaat daarover? We kiezen. Ieder bedrijf heeft op dit moment gewoon een maand die voor hem is bestemd. Op dit moment in december is dus de beddenzaak aan de beurt, omdat dat het goed doet. Dan zetten we wat posts van merken die we hebben of diensten die we verlenen. We kiezen ook een persoon eruit, een werknemer of een eigenaar, dat is net hoe het uitkomt. Die zetten we dan, daar doen we een interviewtje mee. Ook die komt in dat social media te staan. Die schrijft ook een blog of er wordt een blog over hem geschreven. En zo zoeken we dat per bedrijf, zoeken we dat gewoon helemaal uit. Bijvoorbeeld januari, wie krijgt die maand? Januari is een opruimingsmaand. Dus die is eigenlijk voor de opruiming. Okay. Die gaan we gewoon gebruiken om aandacht te vragen voor de artikelen die dan verkocht mogen worden. En dat is ook geen maand waar je nu echt een bedrijf eruit kan lichten. Nee. Februari? Februari, dat is een tussenmaand. Dan kijken we op Google Trends wat er in die maand februari
waarop gezocht wordt? Vaak gezocht wordt. Ja. En daar kiezen we het bedrijf bij. Dus dat kan, als er dan veel naar buitenzonwering gekeken wordt, dan kiezen we Van der Poel in dit geval. En op het moment dat er de voetbal, we komen nu niet. Niet veel verder als nee. Nu, maar zou het dus bijvoorbeeld zou het WK of de Olympische Spelen daar vlak voor? Nou, dan kies je voor het hele televisie- en het audioverhaal. Precies. Ik ga nog even voor maart, is dat al bekend? Nee, dat is nog niet. We zijn natuurlijk met de planning voor volgend jaar bezig. Maar maart is het begin van het tuinmeubelseizoen. Tuurlijk. Dus dan passen we dat een klein beetje aan. Want je moet oppassen als het een hele slechte maand maart is met het weer. Dan moet je met je tuinmeubels een klein beetje schuiven. Je moet wel flexibel zijn. Maar ik kan me best voorstellen dat maart een mooi seizoen is. Dan pakken we de tuinmeubelafdeling. Dan organiseren we ook iets met barbecues. Ja, leuk. Het social media team, hoe moet ik me voorstellen, hoe gaat dat? We hebben een reclamecommissie. Die bestaat uit vier mensen. Van hier? Van hier, ja. En wij hebben een extern, werken we samen met een bedrijf. En dat bedrijf heb je nodig. Want je kan als ondernemer, en dat vroeger deed een ondernemer alles. Ja. Die tekende zijn advertentie en die vloog overal naartoe. Nou, dat kan niet meer. Je kan ook niet verwachten van een bedrijf wat voor je werkt, dat hij hetzelfde gevoel hebt als wat jij zelf bij je bedrijf hebt. Dus je moet daar mee samenwerken. Nou, we hebben een bedrijf die corrigeert onze blogs. Die maakt dus in mijn geval, mijn schrift, maakt hij gewoon een mooi stukje. Ja. Dat komt ook op de site, zodat het verantwoord op de site gaat. Want een blog op een site zetten is natuurlijk niet zo moeilijk. Of een stukje op een blog schrijven. Maar voordat het een blog is en bezocht wordt, is het werk. Ja. Daar hebben we gewoon een extern bedrijf voor. Die ons daar A in adviseert, maar ook in corrigeert. En het ook plaatst en het beheert. Ja. Nu is het wel zo dat het plaatsen kunnen we ook zelf. Het is niet zo dat we zelf helemaal niks meer kunnen. Want op het moment dat er op zaterdag een reden is om iets te corrigeren of iets te doen. En wat we ook proberen, en dat gaat gewoon 24 uur per dag door, is als iemand een reactie schrijft. En die kan ook negatief zijn. Mm. Willen we daar ook op kunnen reageren? Ik zag ergens bij een blog een videootje van iemand die dan de gordijnen dicht doet. Dat videootje, wie maakt dat dan? Dat videootje, dat is wel leuk. Dat videootje is door een van de zonen van de ondernemers gemaakt. Binnenuit, wij noemen ons de binnenuiters, maar we zijn ook een beetje familie van elkaar. Ja. Er is ergens wel, hebben er een paar een kleine verbinding, maar voor de rest is het geen familie. Nee. Maar door ons enthousiasme, door als vrienden samen te werken, dus echt een hechte groep te zijn, merk je dat dus de kinderen, en in dit geval zijn die gewoon 20, 22, die willen erbij horen. Die willen bij die familie voelen die zich betrokken. En deze jongen die schrijft dingen op de website, maar die maken dan zo, en dan worden wij, het is niet helemaal netjes, worden we oud, maar die pakken een mobiele telefoon, die pakken een trap en een hoop tape en dan wordt er een filmpje gemaakt. Ja. En dat zijn hele leuke dingen. En dat werkt ook, hè? Nou, het is natuurlijk zo dat binnenuit heeft een toekomst. En die stopt niet bij een groep oudere ondernemers. Dus de jeugd moet het van ons over gaan nemen. En dat is natuurlijk geweldig leuk dat dat spontaan gebeurt en niet gedwongen. De toekomst van jullie branche, hoe ziet die eruit? Nou, wij met z'n allen zijn sterk van mening dat het dit soort bedrijven hebben bestaansrecht. Maar op een andere manier. Vroeger was het zo, de klant kwam binnen, die pakte je bij zijn stropdas. Toen droeg iedereen nog een stropdas en die schoof je een klein beetje dicht en die liet je pas gaan op het moment dat hij zijn handtekening gezet had. Want jij was de autoriteit. Tegenwoordig, als een klant binnenkomt, heeft hij A geen stropdas meer aan. Maar hij weet ook veel meer dan dat wij weten. Hij weet eigenlijk alles. Dus de truc is dan om te zorgen dat al die bomen die hij heeft staan, om daar een mooi bosje van te maken wat hij heel graag wil. En onze toegevoegde waarde, nu en in de toekomst, legt hem gewoon in extra service. Dat wat het internet niet kan. We brengen
dingen op het zicht. We adviseren bij iemand thuis. We gaan er nog eens een keer extra naartoe. En op het moment dat het niet goed is, dan ruilen we het gewoon netjes om. En ik denk dat daar de toekomst ligt van sowieso ieder meubelbedrijf. Maar zeker voor ons van binnenuit. Dan moet het gewoon een succes blijven.